Proficiat, jij hebt je bericht gekregen om je te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum De Namer in List. Het vaccinatiecentrum is zeer makkelijk bereikbaar. Je kan dat doen te voet, je kan dat doen met de fiets, er is fietsenparking genoeg. Je kan dat doen met de auto en je kan het doen met het openbaar vervoer, met de pendelbus vanaf het station in List tot hier. Als je toekomt, laat je eerst je temperatuur opmeten. En dan kan je hier ook je handen ontsmetten. En daarna neem je plaats in de wachtzaal. Kinderen kunnen hier helaas niet wachten. Probeer thuis daarvoor een opvang te voorzien. Neem zeker ook je identiteitskaart mee. En voor de rest is het eigenlijk simpel. Je volgt de opgegeven kleurlijn. Het is belangrijk dat iedereen op zijn bol blijft staan. Zo blijft iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar. Het is ook belangrijk dat u uw masker zult aanhouden. Alvorens je je prikje krijgt, meld je eerst aan de arts. Hij stelt je een aantal vragen en als je zelf met vragen zit, stel ze gerust. En dan is het nu tijd voor je prikje. Draag zeker makkelijke kledij om je bovenarm vrij te maken. Dit is het dokterskabinet. Dit is ook de enige ruimte in de zaal waarin je niet gefilmd wordt. Blijf nog even wachten na je prik. Voel je je goed na 15 minuten, dan kun je vertrekken. Voel je je niet goed, dan kan je contact opnemen met de steward. Ben je fier op je prikje? Maak je dan zeker een selfie in de fietsenstalling. Je hebt je prik gekregen. Maar gooi zeker niet meteen alle remmen los en blijf de coronamaatregelen zeker respecteren. Want straks kunnen we dan weer samen zijn.